Victor, verwacht? Nee, eigenlijk absoluut niet. Ik had eigenlijk eerder verwacht dat Dominique Ernst, die eigenlijk op de tweede plaats geëindigd, dat hij de beker zou krijgen, zal ik maar zeggen, voor de eerste plaats. Omdat ik ook 6 weken naar Afrika ben geweest, naar het buitenland ben geweest. Dus totaal onverwacht, maar leuk. Leuk om deze mee te maken, uiteraard. Dan moet je de resterende wedstrijden wel heel goed geweest zijn. De resterende wedstrijden niet, misschien het begin van het seizoen iets beter. Maar nogmaals, ja, ik ken de kwaliteiten van Dominique heel goed, maar dat wij samen hebben gevoetbald bij Birken Sport. Dus ik had wel echt verwacht dat hij met de eerste plaats naar huis zou gaan. Maar los van dat, ja, ik ben wel blij. Hoe gaat het met Kontig? We zijn tweede geëindigd. Waarvoor dat wij toch een beter seizoen hebben gedraaid dan vorig jaar. Dat was de doelstelling om beter te doen. Maar we hebben wel net naast de titel gegrepen. En dat is een beetje zuur wel. Maar we hebben nu de eindronde voor de boeg en daar gaan we alles aan doen. Om toch nog over te gaan naar de amateur. Hoe voelt het om de beste voetballer van de provincie Antwerpen te zijn? Ja, nogmaals. Dat is een mooie prijs, zal ik maar zeggen. Maar dat is de verdienste van de ploeg. En ik zal zeggen, ik heb ook al voetballers die rondlopen in eerste provinciaal in de provincie Antwerpen. Die zeker even waardig zijn als mij. En die dat ook zeker verdienen om beste voetballer van de provincie Antwerpen te zijn. Dus het is mooi, maar ik apprecieer zeker al de kwaliteiten van al de rest. Apprecieer ik ook. Toch een feest nu bij je Kontig? Ja, zeker. We gaan er een feestje van maken. En ik hoop dat het hier nog lang gaat duren. En we zullen zien hoe we naar huis gaan.